goedemiddag. Jullie hebben geklikt op de finale van Let's Play The Legend of Zelda Link Faces of Evil van de CDI. In de vorige aflevering hebben we een boek gevonden. We hebben de Crystal of Vision. Dus we zijn eigenlijk klaar om naar Ganon's Lair te gaan. Dus laten we er maar naartoe gaan. Oké, de Crystal of Vision. Die we dus zeg maar nou met die lantern hebben gekregen. Die beesten die je net zag vliegen, zou je anders niet zien. Dus daarvoor heb je de Crystal of Vision eigenlijk dus zeg maar wel nodig. Of ja, die lantern die hij je geeft. Dus zonder dat kun je dus zeg maar niet dit level in. Je kunt er wel in, maar die beesten die doen nog veel schade. En dat wil je geloof mij echt niet. Oké, nou. Nou doet hij maar heel weinig schade. En jij doet ook heel best wel veel schade. Willen jullie alsjeblieft allemaal stoppen met mij aan te vallen? Oké, nee, dit is een van de moeilijkste sprongen ooit. Oké, dat was zo. Sterren. Dat beest daaronder, ik weet niet hoe dat je... Dat beest heeft boobies. Waarom heeft... Don't question it. Oké, nou, dan moet ik dus even uitvinden. Weet je wat, ik ga gewoon safe spelen. Ik heb die rubies toch niet meer nodig. Safe speel, goed zo. Oké, gewoon de winged helmet gebruiken, maakt niet uit. Oké, hier. Zorg ervoor dat je de bel hebt. Nee, niet de crystal of... De lantern of vision. Maar de bel of huppele puppy doenis. Dit ding draait automatisch mee, dat is zwaar eerie. Oké, nou, mag ik die? Dank je. Hier zitten namelijk beesten die 2 hits nodig hebben die dus rond gaan vliegen. Dus alle vliegbeesten die we tot nu toe met 1 hit hebben kunnen verslaan. Hier krijg je beesten die zijn met 2 hits te verslaan. Zwaar irritant, dus zorg ervoor dat je je bel in de hand hebt. Want echt, deze... En ze doen ook nog eens een keer 2 hartjes schade, mocht je dat willen weten. Oké, nou, hoppakee. Snel eventjes deze pakken. Springen. Snel weer terug naar de bel. Oké, niet nodig gehad. Gelukkig. Now you must die. Go and kill. Natuurlijk had jij ook nog een tweelingbroer nodig. Oké, nou gaan we hier naar boven toe. En daar hebben we weer van die irritante vliegbeesten. Deze. Zwaar irie, maar ja, gelukkig hebben we de krachten zeg maar om non-stop te kunnen blijven schieten. Dus op zich is het een meevaller. Aan de andere kant, we hebben hier ook nog eens een keer tot de duisternis de hele tijd terug blijven komen. Dus zeker irritant als je niet weet wat je moet doen. Goed, nou, hier omhoog. Auw. Oh my goodness, this is awful! Inderdaad, net zoals je tweelingbroer, jij blijft net zo jij bent de enige baas die eigenlijk blijft leven of niet helemaal verdampt wordt of in één keer tot as vergaat of die leegloopt als een ballon. Jij bent de enige die blijft leven, dus zo awful is het eigenlijk niet. Oké, nou die wormpjes, zware irritante beesten, boom, weg ermee. En laten we maar hier naartoe gaan. Oké. Snakes, wat leuk. Nou, weet je wat, we hebben 370 rubies. Bevries ze maar. Ah. Hoezo is dat vals spelen? Ik betaal er toch voor? Blijf maar lekker hangen. Oké. Oké. Dat is best wel genaaid van die beesten. Tot je ze zeg maar niet ziet. Pas op het moment dat je er dus heel dichtbij in de buurt bent. Dat je ze dan pas eigenlijk ziet. En mijn telefoon die gaat af. Oh, oh, oh. De telefoon die leidde me heel eventjes af. Maakt niet uit. Oké. Dat was niet handig. Oké, nou, ik heb nog 2 levens. Oké, ik kan hier dus nou niet mijn bommen selecteren. En ik kan nou ook niet mijn bel gebruiken, want ik sta in een deuropening. Oké, nou kan ik mijn bommen... Weet je wat, ik ga gewoon snel naar... Wacht even. Oké. Rope. Oké. Bel weer terug. Nee, ik wil hem gebruiken, jongens. Dank je. Oké. Het is een behoorlijk moeilijk level, moet ik zeggen, hoor. Nee. Daarom werkt het. Ook nog eens duister. Oh, wat zijn jullie gemeen. Oh, jullie zijn echt heel erg gemeen erin. Oké, komt daar ook nog een... Oké, Kenzie. Oh. Jij raakt mij niet. Dat zal valsspelen zijn. En ik hou niet van valsspelerietes. Al gebruik ik de hele tijd de kleerbel. Maar ja, ik betaal ervoor. Nogmaals. Oké, jullie moeten weg. Ken ik jou al? Mooi. Nergens meer rubies voor. Oké, achter deze deur. We hebben heel erg veel sterke bazen gehad. Achter deze deur zit de final boss. Wees alvast voorbereid.
Join me, Link, and I will make your face the greatest in Korridai. Or else you will die. Dit is de meest teleurstellende baas die ik ooit heb gezien. In mijn hele Let's Play carrière. No! Not into the pit! It burns! En dat was het. Dat was Ganon. Makkelijkste baas ooit. Je gooit een boekje, einde oefening. Ik had nog niet eens mijn butter nodig. Maar ja, ik dacht bij mij, laten we gewoon netjes wezen en gewoon met full health komen. Maar ondanks dat we die baas verslagen hebben, is het spel nog zo vriendelijk om hier nog vallende stenen neer te zetten. En ja, je moet Ganon dus verslaan voor de steen, of voor de sleutel om daar dus naar binnen toe te gaan. En dit is ook zo leuk gemaakt. Zelda, wakker worden, wakker worden. Wakker worden, 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 genoeg met die grap. Wat je moet raken is dit gekke ding hier. Ugh, why'd you do that? I just saved you from Ganon. You did not. Well done, Link. Ganon is once again imprisoned. Come. Look, already Korridai is returning to harmony. The birds are singing. Isn't it beautiful? Golly! As it is written, you, Link, are the hero of Korridai! I guess that's worth a kiss, huh? Huh! I won! Doe jij maar eens heel eventjes zachter worden. Goed. Dat was The Legend of Zelda CDI Faces of Evil. Wauw. Ten eerste in die eindscene. Wat was Link met die oude vent aan het doen? Die beweging. Creepy. Ganon. Wat een watje. Eén boek. Poef. Weg Ganon. Je hebt gewonnen. Klaar. Einde spel. No. Not into the pit, it burns! Dit was het. Er is niets meer. Er is helemaal niks verder wat je dus zeg maar zou kunnen doen. En zo lang heeft die opname niet geduurd. Ik zal het jullie laten zien voor de grap. Mijn opnamesessie gaat nu in beeld komen. Hop. Hier zie je dus hoe dat ik aan het opnemen ben. En je ziet dus 1 uur en 42 minuten. Dit is de totale opnametijd van heel de Let's Play. 1 uur en 42 minuten. Daarin zijn pauzes eventjes tussen geweest tussen de afleveringen door van ongeveer 5 minuten. En natuurlijk de knips en de fast-forwards zitten er allemaal natuurlijk in. It sure is boring around here. Je kunt dat zeker wel zeggen, mafkees. Daag. Jongen, jongen, wat is dit voor... Daarom is dit gewoon een van de slechtste Zelda-spellen ooit. 1. Hij is heel erg kort. 2. De controls zijn heel erg waardeloos. 3. Waarom die enge cutscenes? Waarom? 4. Hoe kun je met 3 knoppen op een controller... De controller had 3 knoppen, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe kun je dan maar 2 knoppen gebruiken en... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ja, het is boring around hier. Ik weet het ondertussen wel. Ik sluit deze boel af. Ik ben er klaar mee. Ik dank jullie voor het kijken naar deze Let's Play. Ik hoop dat ik dit spel heel lang niet meer hoef te zien. En ja, hebben jullie een baas waarvan jullie zeggen van... Nou, sorry, maar dat is het woord baas nog niet eens waardig. Laat het weten in de reacties. En natuurlijk, als je de tijd hebt, laat een likeje achter als je daar ook de tijd voor hebt. Dus ja, ik dank jullie voor het kijken van deze Let's Play. Dit was het voor deze weekend special. En wat hierna gaat komen, misschien weer een vrij weekend. Hou je mond, Link. Misschien weer een vrij weekend. Ik weet het nog niet. Hou de updates daarvoor in de gaten en ik laat het jullie weten. En natuurlijk, morgen gaan we weer verder met Pokémon. Dus bedankt voor het kijken. Ik ja, hoop jullie morgen weer te zien. En ik ga eens eventjes verder dansen maar op deze muziek. Beste muziek ooit. Oké, doei!
Join me, Link, and I will make your face the greatest in Korridai, or else you will die. Bye.